Je zit je te vervelen, hè? Vervelen? Hoezo? Ja, ik herken de tekenen aan de wand. Oh, ik zit me niet echt te vervelen. Het is meer een soort algehele rusteloosheid. Omdat er geen leuke dingen meer gebeuren. Zoiets, ja. Dan misschien af en toe eens wat degens kruisen met je moeder. Hm? Ja, het spijt me dat ik zo'n rot humeur heb, maar klaar werkt dan stekelijk. Groot verdriet om Egbert? Dat is ook een schok. Wanneer je erachter komt dat degene waar je zo op valt ook op anderen kan vallen. Nou, daar word je juist groot van. Een van de vervelendste mensenrechten is het recht om je eigen fouten te maken. Ja, maar die lieve schat die trekt dat zich zo vreselijk aan. En ik kan er niks aan doen. Het is haar liefdesleven. En hoe is het met jouw liefdesleven? Oh, zo dood als een pier. Samen met Ernst gestorven. Kom zeg, er zijn toch wel een paar mannen in de buurt geweest? Bijna allemaal Engerts. Waarom vallen toch alleen maar Engerts op weduwen? Vanwege het sprookje dat weduwen dankbaar zijn voor het kleinste kruimpje aandacht. Nou, ik niet. Beter geen aandacht dan enge aandacht. Groot gelijk. Maar en Bob dan? Oh, Bob. Ja, dat is geen Engert. Nee, Bob is een lieverd. En we hebben het ook heel leuk samen. Maar hij wil zich nog niet binden. Hij is nog niet over zijn scheiding heen. Nee, dat wordt niks. Dat zeiden de Chinezen ook toen ze begonnen de muur te bouwen. En het heeft mijn zelfvertrouwen zo'n enorme dreun gegeven, hè? Kijk, Egbert zei dat hij verliefd op me was. Dus als hij dat dan ineens niet meer is, waarom zou er dan ooit toch iemand anders op me vallen? Mm-hmm. En dan vraag jij natuurlijk af wat ik nu voor Egbert voel. Hou ik nog van hem? Dat weet ik niet. Ja, ik mis hem natuurlijk wel, maar ik voel me zo rot en gekwetst dat ik echt niet meer weet wat ik nou werkelijk voel. Is dat dan liefde? Misschien wel. Ik weet het niet. Denk jij dat het liefde is? Ik weet het eigenlijk niet. Kan? Ja, je hebt ze in voorkomen gelijk. Waar? Wow. Dan ben ik blij dat jij er bent. Het is zo heerlijk om eindelijk eens iets zinnigs te horen van iemand. Niet al dat emotionele gedoe. Gewoon een goed gesprek waarin mij ook eens flink de waarheid wordt gezegd. Mm-hmm. Ja, en nou vraag jij je natuurlijk af wat ik doe als Egbert straks belt alsof er niks aan de hand is. Je hebt je voorkomen gelijk. Dan kan ik maar één ding doen, meteen de hoorn erop gooien. Mm-hmm. Ja, want het is natuurlijk zo. Hallo? Egbert? Hoi, dan ben ik blij dat je belt. Ik denk dat ik iets weet dat jij niet weet. Ja, moeder, dat is niets nieuws. Dat ik dingen weet die jij niet weet? Nee, dat jij denkt dat je dingen weet die ik niet weet. Nou, dit komt anders uit zeer wel ingelichte kringen. Oh, de bejaardenmaffia. Sla maar een slag. Oh. Het gaat over dokter Ten Veen. Ah? Je weet wel, Bob. Ik weet precies wie jij bedoelt. En wat is daarmee? Gaat weg. Gaat verhuizen. Gaat weg uit Olijfhof. Oh? Ja, typisch Vera. Woont ze in de Olijfhof, in de brandhaard, zou ik het willen noemen. Heeft ze mis nog nodig voor zoiets. Als ik in de Olijfhof zou wonen, zou ik beslist geen bronnen van buitenaf nodig hebben. Nee, dat lijkt mij ook hoogst onwaarschijnlijk. Dus jij weet ook waar dokter Ten Veen heen gaat? Ja, ik weet wel zo het een en ander. Je meent het. Hij wordt hoofd geriatrie in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En die vacature is vrijgekomen omdat zijn voorganger, dokter Asbeek Brussen, met pensioen gaat. En dokter Ten Veen heeft al 3 sollicitatiegesprekken gehad in Amsterdam en 2 in Groningen. En hij begint over 5,5 week. Oh, en kun je me ook vertellen wat hij aan had bij die sollicitatiegesprekken? Wat zeg je nou, lieve? Nee, ik slaap maar. En wat vind jij daarvan? Waarvan? Nou, dokter Ten Veen heb jij altijd erg graag gemogen, Jet. En? Nou, Jet, ja. Dit gaat toch wel ietsje verder dan het afzeggen van een afspraakje. Man, jij schijnt niet te begrijpen. Even kijken wie het is. Oh, het is Klaartje. Wie is die jongen? Oh, niets bijzonders, dat is Pim. Pim? Die ken ik niet.
Wordt dat wat? Nee, zuiver platonisch. Oh. Oh, zuiver platonische vriendschappen tussen man en vrouw bestaan niet. Dat is mijn ervaring. Willem van Maasdijk, die zei ook altijd dat het tussen ons zuiver platonisch was. Heb ik jou wel eens verteld wat hij tegen mij gezegd heeft in de orchideeënkast toen? Ja, moeder, al 100 keer. Nou dan. Nou, wat zegt Klaartje nou tegen hem? Zeg, man, jij gaat me toch niet vertellen dat jij hier kan horen wat er bij de voordeur gezegd wordt? Huh? Ja, natuurlijk kan ik dat. En nog ontzettend bedankt, hoor. Ah, ik... Ja. Ik hou echt ontzettend veel van je. Je bent een echte vriend voor me. Nou, dit zou ik nog niet bepaald platonisch willen noemen, hoor, Jet. Moeder, Pim is echt gewoon... Psst, psst, psst. Daar komt Klaartje. Heel gewoon doen. Niet laten merken dat je hebt zitten gluren. Ja, maar ik heb helemaal niet zitten gluren. Stil nou, je mom. Oh, mam. Omi, het is zo heerlijk allemaal. Oh, wat fijn voor je. Heeft Egbert je gebeld? Ja, en hij voelde zich net zo rot als ik. En hij heeft me ontzettend gemist. En het spijt hem allemaal vreselijk. En hij houdt heel erg veel van me. En hij kan niet wachten om langs te komen. Oh, wat heerlijk voor je. En hij wilde toch gaan samenwonen bij hem. Oh? Vind je het niet fantastisch? Ja, ja. Ik vind het heel erg fijn dat hij je weer wil zien. En, Nee, Klaar. Ik ben echt heel erg blij dat je zo gelukkig bent. Ja, dank je wel. Wacht eens even. Ja? Jij had het over samenwonen. Wat bedoelde jij daar precies mee? Dat zeg ik. Dat hij en ik gaan samenwonen. Hokken. Hokken? Nee, gaan absoluut niet. Waarom niet? Omdat hij niet getrouwd is en jij niet getrouwd bent en jullie samen al helemaal niet getrouwd zijn. Moeder! Als zij gaan samenwonen in zo'n hok... Omi! Hoe moet ik dat in vredesnaam geheim houden voor Vera Polman? Wat ontzettend lief van je. Kom zeg, dit moeten we even vieren. Ja, het is echt een hele promotie. Weet ik toch. Ernst was ook arts. Alsjeblieft. Proost. Proost. Op ons had ik willen zeggen. Oh. Nou ja, dan zeggen we dat toch gewoon. Op ons. Jet? Wat waren de reacties in de Olijfhof? Veel geween? En tanden gekletter van kunstgebitten? Ja, volgens mij kan het geen moer schelen wie er arts is. Als hij alleen maar doet of ze stuk voor stuk zijn enige patiënt zijn. Ja, dat moet iedere dokter. En volgens Ernst was jij een hele goede dokter. Ja. Ja, in jouw gevoel is Ernst nog altijd erg aanwezig, hè? Ja. Kan daar niks aan doen. We hebben ook zo lang hier gewoond samen. Wel eens aan verhuizen gedacht? Ja, vooral in het begin. Toen wilde ik weg van al die herinneringen. Maar waar ik ook naartoe zou gaan... in mijn gedachten zou Ernst altijd met me meegaan. Ja, ik hoop dat het bij mij helpt. Ja, na mijn scheiding. Ik heb geen enkele herinnering in Groningen liggen. Nee. Nou, we beginnen nou wel een beetje sentimenteel te worden. Ik dacht dat we je nieuwe baan zouden gaan vieren. En dit lijkt wel de jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Begrafenisondernemers. Hier, ik schenk nog wat bij. Kijk eens, we leven bij de dag. Want de dag van morgen brengt... Brengt wat? Brengt een nieuwe dag. Proost. Zo. En wat een heerlijke avond was dat, hè? Ja, kijk eens, alsjeblieft. Ik zal dat wel missen daar in Groningen, onze... Nou, je weet wel, jij en ik samen. Ja. Nou ja, daar zijn weer andere dingen. Mooie jonge verpleegsters en zo. Ja. En de Martini-toren. Ja. En Berenburg. Oh nee. Nee, dat is Friesland. Maar in Groningen hebben ze ook wel zoiets. Drank heelt alle wonden, net als de tijd. Ja. Alhoewel wij als dokter eerder tijd voorschrijven dan Berenburg. Tuurlijk. Ja, Ernst zei ook al... we zien... elkaar nog wel een keer voordat je weggaat? Oh, zeker, ja. Kom, ik moet er weer eens vandoor. Ja. Kom, zo. Oh ja, ik wou je nog wat vragen. Wat?
Of je... Nee, laat maar. Ik weet het niet meer. Oh, ja. Oh, ik moet... Ja? Oh, ja. Nee, het is weer helemaal weg. Nou, bedankt. En tot ziens. Ja. Tot ziens. Welterusten. Ja. Ja. Welterusten. Oh, ja. Wil je met me trouwen? Dag! Wat? Het is gewoon verkeerd als ongetrouwde mensen samenwonen. Hoezo verkeerd? Wie zegt dat dan? Ik. En ik niet alleen. Vera Polman vindt dat ook. En mevrouw van Swinderen van Swieten. En Mies, de zus van Ans Witteveen, die bij het pensioenfonds werkt. Precies. En onze koningin, die vindt het ook niet prettig als ongetrouwde mensen samenwonen. Gek toch, dat de koningin altijd precies hetzelfde vindt als jij. Ja, dat is toevallig zo. Omi, ik ga gewoon bij Egbert wonen omdat hij en ik graag samen willen zijn. Maar we hebben nog helemaal geen zin om te gaan trouwen. Als je op die manier samen wil zijn, dan is trouwen de prijs die je daarvoor moet betalen. Alsof trouwen een soort straf is. In vele opzichten wel, ja, dan moet je maar doorheen meten. Maar Egbert en ik kennen elkaar nog helemaal niet goed genoeg om te gaan trouwen. Maar wat geeft dat nou? Het huwelijk is het instituut om elkaar beter te leren kennen. Als iedereen elkaar uit dat daarna zou kennen voor het huwelijk, nou, dan zou er niemand meer trouwen. Nou, ik vind het geen goed uitgangspunt voor en ze leefde nog langer gelukkig. Jouw generatie heeft het te druk over geluk. We hebben het over trouwen. Heel iets anders. Nou, dat ben ik dan niet met je eens. Daar komt Jet. Ik moet even met haar praten. Ik kom er nog op terug, Klaatje. Daar was ik al bang voor. Ja, moeder. Hallo. Ik wou alleen maar even zeggen dat ik heel erg blij voor jou ben. Blij voor mij? En dat jij geen rekening met mij hoeft te houden. En dat ik geen rekening met jou hoef te houden? Nee, ik heb alles al besproken met Vera Polman. Oh ja? Ja, we vinden het alle twee heel goed nieuws. En wij dachten dat de beste oplossing was dat ik naar de Olijfhof ga. Hè? Ja, nou weet ik dat jij zal zeggen dat we dat niet kunnen betalen. En dat was ook altijd zo. Maar toen had je nog geen man met de salaris op directieniveau. Wat? Zeg, moeder. Nee, lieverd. Het is echt heel erg lief van je. Maar ik kan op mijn leeftijd echt niet meer verhuizen naar Groningen. Ik heb hier al mijn vrienden. En... Moeder? Ja, lieve schat. Hoe weet jij dat dokter Ten Veen mij ten huwelijk heeft gevraagd? Van Vera Polman. Yes, ja. Wat is er nou? Ik ga naar mijn werk. Je zou me best kunnen bedanken. Ja, ik had ook dwars kunnen liggen. Of met het volksrecht kunnen zeggen dat je mij niet in de steek kunt laten. Maar nee, ik gun jou de kans om opnieuw te beginnen. En wat krijg ik? Stank voor dank. Hallo Vera, stoor ik jou? Ik wou jou vertellen dat dokter Ten Veen Jet ten huwelijk heeft gevraagd. Rustig, Vera, rustig, rustig. Denk aan je bloeddruk. Dan moet jij even heel goed opletten als dat tot de mogelijkheden behoort. Ik weet dat ik dit nu aan jou verteld heb. Maar ik wil dat jij zegt dat jij dat aan mij verteld hebt. Nee, nee, lieverd, dat is allemaal veel te moeilijk om uit te leggen. Dus jij hebt het mij verteld. Makkelijk, hè? Nee? Heb jij weer aan de pleegzuster Bloedwijn gezeten? Ah, hallo. Dag, Klaartje. Is je moeder thuis? Nee, maar kom binnen. Ik dacht dat je vandaag maar een halve dag zou werken. Ja, maar ze was vanochtend vrij. Dat is erg vervelend. Ja. Kom gerust verder. Dank je. Ga zitten. Ja, dank je. Ik wou toch even met je praten. Oh. Nee, schrik maar niet. Je weet misschien dat ik nooit zo enthousiast was over mam en jou. Nee, dat is me wel duidelijk geworden, ja. Oh ja? Hoezo? Nou, als iemand zoiets zegt van blijf met je handen van mijn moeder, dan...
Dan klinkt dat niet erg enthousiast. Ja, ik wou alleen maar even zeggen dat het me spijt. Wat? Ja, dat was ontzettend kinderachtig van me. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. En ik gun mam echt haar eigen geluk. Oh. Dus ik wou even zeggen dat ik ontzettend blij ben voor jullie. Voor ons? Ja, en ik hoop dat jullie een heel erg gelukkig huwelijk krijgen. Wat? Ja, wie doet dat nou? Zoiets ga je toch niet aan Vera Polman vertellen? Dan had hij net zo goed een advertentie in de krant kunnen laten zetten. Of gooi je het op de sterreclame. Ja, misschien heeft hij... En de arrogantie om ervan uit te gaan dat ik zomaar ja zeg. Ik heb tegen hem gezegd dat ik er een nachtje over wilde slapen. En dan denkt hij dat ik zomaar ja zeg. Nou gek, van woede word ik ervan. Ja, dat idee had ik al. Ja. Maar vind je het niet een hele opluchting dat je nu boos bent? Hoezo? Nou, dan heb je een reden om nee te zeggen. Ja, maar ik wil helemaal geen reden om nee te zeggen. Bob was na Ernst de enige. En tot ik dit hoorde toen... Nou ja, ik weet het allemaal niet meer, hoor. Eerst hoor ik dat Klaar weggaat. Ja, wat vind je daar eigenlijk van? Nou, dat moet ze zelf maar weten. En vind je echt wat aardig? Ja. Voor zover ik hem ken, wel ja. Nee, dat is niet goed, maar het lijkt me wel. En bovendien is Klaar zo zeker van de zaak. Dus wat doet het ertoe wat ik er dan van vind? Een heleboel. En voor Klaar in ieder geval wel. Ze heeft me gebeld. Of ik uit wilde vissen wat jij ervan vindt. Oh ja? Wat lief van haar. Dus, wat denk je ervan? Nou, ik weet het echt niet. Ik vind dat ze het maar moet proberen. Het is net wat jij laat zei. Een van de vervelendste mensenrechten is het recht je eigen fouten te maken. En dit is zo'n fout volgens jou? Ja, ik weet het echt niet. De tijd zal dat leren. Hm. Het idee om alleen met Frederik achter te moeten blijven. Oh, zeg hou op. Wat een spookbeeld. De rest van mijn leven ongelijk krijgen. En altijd moeten horen dat iedereen van de televisie op de vrienden van de bejaardenmaffia lijkt. Dat Karel van der Graaf hetzelfde haar heeft als meneer Van Zwieten. Ja, en dat Sonja Barend op de nachtzuster van de Olijfhof lijkt. Nou. Ja, je kan nog mee naar Groningen, hoor. Een laatste kans? Nee. Nee, geen sprake van. Als Bob zo weinig gevoel in zijn donder heeft dat hij denkt dat hij zo over me heen kan walsen, nee. En wat Klaar betreft, heb ik altijd rekening mee gehouden dat ze ooit eens weg zou gaan. Kinderen heb je te leen. Net als bibliotheekboeken. En wanneer je ze te lang leent, dan krijg je een boete. En wat Klaar betreft, heb ik al heel wat aanmaningen te pakken. Nee, het wordt tijd dat ik haar teruggeef. Als je die lijn zo doortrekt, dan heeft Frederik jou jaren te laat teruggegeven. Nou, dat is iets heel anders. Waarom? Nou, omdat 65-plussers volgens mij geen bibliotheekboete meer krijgen. Ja. Het blijft toch redelijk in de buurt? Ja, dat is ook zo. En nu zien we elkaar soms ook weken niet. Nee. Soms denk ik wel eens van wie zouden die voetstappen toch kunnen zijn. Zeg, mam, wat Bob en jou betreft, hè? Daar wil ik het liever niet over hebben. Oh, oké. Ik heb er echt goed over nagedacht, hoor, dat ik ga samenwonen. Het is echt niet zomaar een bevlieging. Nee, schat. Het is je eigen beslissing en daar ben je nu oud genoeg voor. Ja. Maar ik ben dan nog niet oud voor een lekkere knuffel. Oh, kleine... Taupie. Nou. Hè? Oké. Ik moet even open doen. Ja. Dag. Dag. Waarom bekel jij in vredes...
Waarom heb jij over ons verteld in de Olijfhof? Ik heb helemaal niks verteld, echt niet. Maar waarom loop jij het rond te bazuinen? Ik heb niks gezegd. En Klaartje, die wist het. Van wie weet ze dat dan? Oh, ik denk dat ik dat wel weet. Moeder! Wil jij je alsjeblieft nooit meer met mijn zaken bemoeien? En heb je er een nachtje over geslapen? Ja. Dus ik krijg nu mijn antwoord? Ja. Is dat je antwoord? Nee. Is dan dat je antwoord? Nee? Het spijt me, maar het is nee. Oh. En mag ik weten waarom? Gewoon. Te veel ernst om me heen. Daar het een caritatieve avond betrof, hadden de dames flink... Vind je ook niet dat die Gert-Jan Dreugen reuze lijkt op Willem van Maaswijk? Nee? Wat? Nou, zie net weg. Nou ja, die komt dadelijk weer terug. Je bent zulke oren als Willem van Maaswijk. Hij had erg veel haar op zijn oren, Willem. Oh. Dat is leuk, vind je ook niet? Wat? Nou, die donkerrood fluwelen legging, of hoe het ook heet, dat die vrouw daar draagt. Oh ja, erg leuk. Denk jij dat mij dat zou staan, zo'n donkerrood fluwelen legging? Vind je het goed dat ik je daar geen antwoord op geef? Huh? Nee, dat hoeft niet. Gezellig, hè? Ja, moeder. Zo met z'n tweetjes. Ja, moeder, erg gezellig. Ach, lieverd, ik begrijp het. Maar Ernst is altijd vlak bij je. En Klaartje, die komt natuurlijk ook altijd weer terug. En tot die tijd heb je mij toch?